Iedereen, super tof dat jullie kijken. Ik ben net uit het werk. Ik ben net klaar met werk. Ik ben nou op de bus aan het wachten. Het is vandaag 1 april. Kik in je wil die er nooit meer uit wil. Maar als ik zometeen thuis ben, zeg ik jullie nog meer over 1 april. En over grappen en zo. Dus dat straks, tot zometeen. Nou, ik ben weer lekker thuis. Kunnen we het over hebben. Super serieus dit, hoe ik nou praat. Of 1 april kik in je wil die er nooit meer uit wil. Nou, met 1 april zeg je meestal, als je een grapje maakt, 1 april kik in je wil. Dus met 1 april maak je gewoon grapjes. Je gaat mensen in de maling nemen. Dat is juist leuk en soms ook niet. Na 3 keer vind ik het meestal wel genoeg. Want dan, anders is de lol er een beetje vanaf. Want ik vind 3 keer grapjes maken meer dan zat. En ligt ook aan wat voor grapjes maakt. Je moet wel leuke grapjes maken. Niet bijvoorbeeld zout in de thee doen of zo. Dat deed ik eerder wel eens toen ik klein was bij juffrouw's op school. Deed ik wel zout in de thee of zo. En dat vonden ze dus echt niet leuk. En nu snap ik het ook wel. Te veel suiker in de thee gaat nog, maar zout? Zout? Nou, wat voor 1 april grapjes heb ik? Weet ik. Nou, ik weet er niet echt heel veel. Maar ik weet er wel een paar. Hey, je hebt je vetenlas. Je hebt de scheur in je broek. Je hebt de vlek op je shirt. Dat soort dingen. Je haren zitten in de waag. Je hebt een kale plek op je haar. Ik bedoel, kale plek bij je haar. Zoals je haar niet goed hebt gedaan. Nou, welke heb je nog meer? Je kan naar de fopwinkel gaan en van die fopdingetjes halen. En bijvoorbeeld een nepdol op de stoel leggen van iemand. Of even denken, zo'n spin in de la leggen bij de juffrouw. Of zeg ik. Ik zeg nogal vaak nou en sorry daarvoor. Wat voor 1 april grappen zijn er nog meer? Je kan ook een nep staatslot kopen of gewoon zeggen van je hebt dit en dat gewonnen. Maar dan heeft diegene het hem niet gewonnen. Dat zou dan echt zo triest zijn. Zou echt niet leuk zijn als je zegt tegen iemand. Oh, je hebt shop te goed gewonnen. En dan komt ze bij die winkel. En dat is dat helemaal niet zo. 1 april. Weet je wat ook een leuk is? Je pakt een masker, Halloween masker of zo. En je gaat bij de deur staan en je laat diegene gewoon schrikken. En dan 1 april. Sorry, ik ben echt super slecht in 1 april grappen. Nou, welke week nog meer? Ik ben steeds aan het nadenken. Nou, welke heb je nog meer? Je kan naar de fopwinkel gaan en van die fopdingetjes halen. En bijvoorbeeld een nepdol op de stoel leggen van iemand. Of even denken, zo'n spin in de la leggen bij de juffrouw. Of zeg ik. Weet je wat eigenlijk ook een goeie is? Je hebt een glas en die doe je met water vullen. En dan leg je hem zo op de kop op het aanrecht. En dan pakt degene die en dan ligt er gewoon water op het aanrecht. Dat is ook eigenlijk wel goed. Heb ik twee? Nee. Ik ben echt super slecht in 1 april grappen bedenken. Nou, zet je 1 april grap onder deze video in de reactie. Ik ben benieuwd wat jouw leukste 1 april grap is. Wat voor 1 april grappen zijn er nog meer? Een nep staatslot kopen of gewoon zeggen van je hebt dit en dat gewonnen, maar dan heeft diegene het hem niet gewonnen. Dat zou dan echt zo triest zijn, zou echt niet leuk zijn als je zegt tegen iemand, oh je hebt shop te goed gewonnen en dan komt ze bij die winkel en dat is dat helemaal niet zo. 1 april. Weet je wat ook een leuk is, je pakt een masker, Halloween masker of zo, en je gaat bij de deur staan en je laat diegene gewoon schrikken. En dan 1 april. Sorry, ik ben echt super slecht in 1 april grappen. Nou, welke week nog meer? Ik ben steeds aan het nadenken. Super slecht in 1 april grappen bedenken of zo.
Maar ik heb er wel een paar opgenoemd, maar niet zo heel veel. Maar alsnog hoop ik dat jullie deze video leuk vinden. Doe dan zeker een dikke blauwe duim omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? En op het belletje klikken. Dan blijf je altijd op de hoogte van mijn video's. En elke dinsdag en vrijdag komt er een video blablabla op mijn kanaal. En ja, dan zeg ik gewoon tot de volgende video. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken.